Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan deze leuke zigzagdeken haken. En die zigzagdeken, ik heb hem gehaakt met de wol die ik net heb uitgelegd. En deze breedte is 90 centimeter en hij is ongeveer 35 inch breed. En dan heb ik ook 5 van deze punten. En iedere punt die heeft een herhaling van 27. Dus elke keer is dit 27 en 27. En ik heb 1, 2, 3, 4, 5 punten. Dus ik heb 135 losse steken opgezet. Heb ik jullie al bedankt om te kijken naar Iedereen kan haken. Want ja, het is zo leuk, die duimpjes omhoog en ja, de abonnees. Abonneer, dat is gewoon gratis. Dat is gewoon altijd heel erg leuk. Deze deken, ja, de zigzagdeken is ook zo mooi geworden. Dus ja, we gaan gauw beginnen. Ja. Ik heb gebruikt voor de zigzagdeken Julia Shiny en Allison & May wol. En de Julia Shiny is wel dikker dan de Allison & May. En deze is van Action en deze is van Zeeman. Hij is dikker, maar het maakt eigenlijk voor de deken maakt het niet veel uit, hoor. Dit haakt ook net zo lekker als de rode van Action. En ook voor de breedte of ja, dat je zegt het past niet echt. Ja, ik heb deze kleuren gebruikt omdat ik het bij kerst vind passen. Dit neigt heel erg naar groen. Het komt op de film wel iets anders over. En ja, met kerst heb ik altijd groen en rood in huis. En ik dacht, nou, een mooi kerstzigzagdekentje op de bank. Dus ik heb gebruikt Julia Shiny en de rode Allison & May van Action. En deze is van Zeeman. En die van Zeeman zit 100 gram op en 160 meter. Het aantal bollen, dat laat ik nog even kijken hoor, voor de, ja, voor de video zien. Deze wordt gehaakt met haaknaald ja, 4 tot 5, maar ik heb haaknaald nummer 6 gebruikt. Dus hier zit 100 gram op 160 meter met haaknaald nummer 6, kleur nummer 51 en de rode van Action. En hier zit op 100 gram 238 meter. En het aantal bollen, dat vermeld ik nog in de video. Deze is 100% acryl en die van Zeeman die is 77% acryl met 20% wol en er zit een glittertje in, 3% metaalgaren. Dus dit zijn de wolletjes die ik gebruikt heb voor de zigzag kerstdeken. En ja, het haakt allebei even fijn met haaknaald nummer 6. Je hebt nog meer nodig. Ik heb gehaakte zigzagdeken met haaknaald nummer 6. Je hebt nodig een centimeter, een schaartje en een stopnaaldje. En dan gaan we beginnen en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! De breedte van de deken wordt dus 90 centimeter is 35 inch en de lengte ga ik 1,20 meter haken. Dus het, hij wordt niet heel lang, maar wel een hele fijne woondeken. 1,20 meter en dat is 47 inch. Dus zover ga ik in de lengte de deken haken. En de kleur, ja, groen met rood, het komt niet zo mooi op over op de film, maar het is echt mooi. Dus de herhaling is 27 iedere keer en ik heb 27 keer 5, 35 losse steken opgezet met haaknaald nummer 6, 135. En dan beginnen we, ik ga hem iets kleiner maken, ik doe 2 puntjes haken, dus 2 keer 27 is 54 losse. Wil je 3 puntjes haken, dus 3, dus smaller, dan zet je 81 losse op en 4 is 108 en zoals deze deken is, is
5 keer 27 is 135 lossen. En 10 extra lossen erbij opzetten. En ik begin nu dus met een opzetlus. En ik ga maar het begin uitleggen en het eind is heel belangrijk. Dus ik ga 54 lossen opzetten. Maar plus 10 dan, hè? Dus de 10 extra lossen voor het beginstokje. En het einde. Dus daar heb je ook nog. Ja, dat is even een andere uitleg. Nou, ik heb dus al de opzetten lossen gemaakt. En ik maak er 54 plus 10 is 64. En wil je de deken haken, dan doe je 135 lossen plus 10 is 145 lossen. Zet je op. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ik zie je terug als ik het gewenste aantal heb en dan ga ik verder met uitleggen. Dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Als je dus de gewenste ketting opgezet hebt, van zoals ik de deken heb gemaakt, 135 steken, dan doe je nog 10 lossen bij. Dus 10 extra lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En die 10 die zijn echt om de zijkanten nog mooier te maken. Nou, dan gaan we eindelijk beginnen nu met de deken. En hoe dat ik die gedaan heb. Die eerste 1, 2, 3. Dit is het eerste stokje. Dus in de vierde, daar zet je een stokje in. 1. En in de volgende een stokje. Komt het er zo uit te zien. Dus in de vierde zet je een stokje en in de vijfde zet je een stokje. En dan sla je 1 steek over. En dan ga je in die andere steek, dus deze sta je over. En ga je in de volgende 12 steken, ga je een stokje maken. Dus deze sla je over en dan zet je in de, niet in deze, maar in de volgende zet je een stokje. En dan ga je tot 12 tellen. Dus dit was 1, 2, 3, 4, 5. Even mijn garen pakken, sorry. 1, 2, 3, 4, 5. Zes, zeven, acht, negen, tien, elf, twaalf. En dan komt het er zo uit te zien. Dus je hebt hier dus die opening. Dus dit wordt echt de zijkant. En dan ga ik nu in het 13e stokje, ga ik in de 13e steek, dus in deze volgende steek, hier ga ik 3 stokjes in maken. 1 in dezelfde steek. 2. 3. Dan is dit je meerdering en je ziet al, dit wordt ook een punt. En dan gaan we weer 12 stokjes maken in elke steek 1 stokje. Dus in de volgende 1, 2,
3. Heb ik weer garen nodig? Nou. Normaal begin ik ook heel graag in het midden van mijn bol, maar ja, dat heb ik nu dus niet gedaan. Dus in het midden, dat je echt makkelijk die wol eruit kan trekken. 1, 2, 3. Vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien, 11, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12. En dan gaan we nu dus de onderkant van de punt haken. Tenminste, eigenlijk haak je hem niet echt, want je slaat nu 2 steken over. En dan ga je weer verder. Dus je slaat nu 1, 2 steken over. En dan ga je in die derde, daar ga je in. En dan ga je weer verder met de 12, tot 12 tel je heel de tijd. Zie je, dan heb je hier de mindering gedaan. Dus dan krijg je eigenlijk dadelijk ook mooi die punt naar beneden. En nu is die hier die punt naar boven en hier naar beneden. En dan ga je weer tot 12 tellen. Dit is de eerste dus. En dan 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Zie je, als je het zo neerlegt, dat je hier dus het begin hebt. Het begin is ook altijd zo, met die ene, dan sla je er 1 over. Bovenin altijd 3 in de middelste steek, dus in de 13e steek, daar doe je er 3. En dan weer 12 stokjes en dan sla je 2 steken over en dan weer 12 stokjes en dan gaan we nu weer een punt bovenaan maken. Dus hebben we de 12, ik tel het altijd even na, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan gaan we in de 13e, hier gaan we 3 stokjes haken, 1, 2, 3. En dit patroon heeft maar 1 toer, dus iedere toer is hetzelfde en daarom is het ook zo fijn om zo een deken te haken. Ja, ik heb om de 3 rijen stokjes heb ik dus wel een relief vaste gemaakt. Ging ik om een stokje heen, maar eerst gaan we even deze toer gewoon lekker rustig samen maken en verderop in de video wordt het uitgelegd hoe je dus die ribbel erin krijgt. Dus gewoon lekker blijven kijken. We hebben nu dus 3 stokjes en 1 steek gemaakt en nu weet je het al, nu gaan we 12 stokjes maken. 1, 2, ja, na de 12e dan zie ik je terug, dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Het einde van de zigzag deken, die is altijd zoals ook het begin is eigenlijk. In het begin heb je dan wel die losse gedaan, maar dit zijn dus 1, 2, 3 stokjes en een losse. Dus je eindigt altijd eigenlijk hetzelfde als dat je ook begonnen bent. Dus je eindigt met, je hebt dus 12 stokjes net gehaakt en dan eindig je met 1 losse overslaan.
en 3 stokjes. 1, 2, 3. Dus hier eindig je altijd mee. Dus met die ene overslaan, die mag je niet vergeten. Dus dan gaan we weer de volgende toer. 1, 2, 3. Dan keer je je werk. Zie je hoe leuk die zigzag al komt. En dan ga je goed het stokje op een volgend stokje weer zetten. Dus je ziet hier die voorgaande stokjes. Deze die 3 losse, die zijn hier mooi bovenop dit stokje. En daar moet je wel voor zorgen dat je het begin altijd 1 stokje en 2 stokjes hebt. En dan sla je 1 steek over. Dus 1 stokje sla je over. Dus 1, 2 stokjes maak je. 1 in elke steek. Zie je dat het dan mooi boven elkaar zo uitkomt, dat die zijkant ook mooi recht is. Dus dit is de tweede. En dan sla je iedere toer altijd in het begin die eerste, die sla je over. En dan ga je in die, dus deze sla je over. En dan ga je in die volgende weer op elk stokje 1 stokje zetten. En dan tel je weer tot 12. 1, 2, 3, 4. Nou, ik ga weer naar boven tot deze punt. En dan zie ik hier bovenaan, daar zie ik je weer terug. Tot zo. En als je weer 12 stokjes hebt gehaakt, dus elk stokje 1 stokje, dan ben je hier bij die bovenste waar je dus die 3 stokjes in hebt gedaan, en dan ga je in de middelste weer 3 stokjes maken. 1, 2, 3. Dus goed in de middelste. Kijk, deze is die linker van de voorste gaande toer. Dus hier heb je 1, 2, 3. En op de middelste, daar zet je 3 stokjes op. En dan ga je weer op elke steek een stokje zetten. Tot je weer bij 12 bent. En je blijft ook wel tellen, hè? Kijk, die 12, die tel je vanaf die 3, en dan hou je eigenlijk je vinger hierop en dan ga je hier vanaf tellen. Dus je telt die 3 niet mee, je telt dan 1, 2, 3. Dus van na dit waaiertje daar pas hier vandaan ga je tellen 1, 2, 3 en dan kom, ga je door tot 12. 4, 5, 6, 7, 8. Zet de video gerust langzaam of even stil. 9, 10, 11, 12. En dan kom je hierbij die opening waar je hier die 2 los hebt gedaan, ga je nu dus 2 steken overslaan. Dus 1, 2, die sla je over en dan ga je naar de derde toe. En doordat je dus van hier naar hier overspringt, krijg je ook die onderkant van die punt. Dus je slaat er 1, 2 over en in de derde, daar ga je een stokje zetten, zie je? Kijk, als je het zo neerlegt, krijg je ook echt die onderkant van die punt. En dan ga je weer, deze tel je mee, 1, weer 12 stokjes haken. 3, 4, 5, 6,
7, 8. Nou, wel goed de steek pakken. 9. Elf. En de 12e is altijd van het waaiertje, zeg maar, die rechtse, dat is de 12e. Zo, dat is de 12e, dan tel je het nog even na, 2, 4, 6, 8, 10, 12. En dan ga je in die middelste weer 3 stokjes maken. 1. 2, 3. Zie je dat je dan weer boven aan de punt bent? En ja, dit patroon heeft echt maar 1 toer. Het is allemaal hetzelfde. En dan gaan we nu aan het naar het einde toe werken. Kijk, jij hebt een veel bredere deken, dat weet ik. Dus ja, het haakt ook zo lekker weg bij de tv. Ja. Ik zie je zo weer terug en dan gaan we aan het einde beginnen. Tot zo! Ja, daar zijn we weer. We gaan nu aan het einde van de deken beginnen, de zigzagdeken. En we hebben net die 3 stokjes gedaan op het middelste stokje en dan gaan we 12 stokjes maken. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 en op het eind sla je maar 1 steek over en maak je weer 3 stokjes. Dus je slaat deze steek over en dan ga je weer een stokje op een stokje haken. En de volgende een stokje op een stokje. En nu heb je nog een stokje nodig, maar die moet je natuurlijk op die 3 losse zetten. Zodat je weer 3 stokjes op het einde hebt. Kijk, dan krijg je echt een hele mooie rechte zijkant. En je keert je werk weer met 3 losse omhoog. En wil je die ribbel erin, dan ga je met 1 los omhoog. En die leg ik dadelijk uit als ik eigenlijk aan de deken aan het werken ben. Nou, dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Om de 3 rijen stokjes heb ik een rij relief vaste gemaakt, ja, relief vaste. Dat zijn die ribbels die je erin ziet. Ik kan het op de film, ja, zo zie je het. Kijk, al die ribbeltjes, dat zijn vaste. En dat leg ik nu nog even uit. Ik pak dus even een andere kleur om het uit te leggen, sowieso makkelijk. En welke kleur je zelf gebruikt hebt, dat maakt niet uit. Ik maak 1 losse en ik keer het werk. Dus je keert je werk en dan ga je aan de achterzijde van de deken ga je dus de relief
vast te maken. Even de deken goed neerleggen zodat jullie het goed kunnen zien. Zo. En dan heb je hier die twee beginstokjes, maar daar ga ik dus, je bent met één losse eigenlijk gekeerd, één losse keer het werk, en op het eerste stokje ga je een relief vast te maken. Dus je haalt je, gaat om het stokje heen, je gaat niet in de steek, maar je gaat om het stokje heen, je gaat achterlangs, dus je houdt het stokje aan de voorkant en je haalt je draad om en je haalt je draad op en je slaat om en je gaat door twee lussen. En dit is je eerste relief vaste. Dan gaan we aan de tweede beginnen. Dus weer insteken, achterlangs, draad ophalen, doorhalen, omslaan, door twee. Zoals de hele deken in elkaar zit, dan sla je één stokje sla je over. Of één steek, één stokje sla je over. En dan ga je weer de volgende relief vast te maken. Je slaat om, weer omslaan en door twee. En je haakt eigenlijk alleen maar achter je stokje langs, dus niet in de steek. Achter je stokje langs ga je de relief vast te maken. Het zijn relief vaste. Achter je stokje langs, omslaan door twee. Achter je stokje langs, omslaan, doorhalen, omslaan, door 2. Insteken, achter je stokje langs, omslaan en je haalt je draad op, omslaan, door 2. Gaat het te snel, zet de video langzamer, dat kan altijd. En dan zie je ook wat ik aan het doen ben. Insteken, achter je stokje langs, je haalt je draad op en omslaan door 2 en dan ga je helemaal door tot de bovenaan, totdat je eigenlijk bij de bovenkant van je punt weer bent, de bovenpunt. In het Engels noemden ze dit de mountain, dus ja, echt de berg. Dus je gaat helemaal door tot je weer 12 vaste hebt gedaan, eigenlijk 12 relief vaste, want je wil die ribbel krijgen. Kijk, die ribbel zit hier nu, duwt eigenlijk alles naar de voorkant en dan krijg je die mooie ribbels. Dus dan moet je er 12 gedaan hebben, dus tel ik even 2 4 6 8 10 11 en nu de 12e. En in het midden van die drie stokjes, daar kom je nu aan, ga je 3 vaste inzetten en die zet je wel in de steek. Dus je gaat gewoon in de steek en dan ga je 3 vaste in maken. 1 2 3. Kijk. En dan zie je dat je dus 3 vaste op de bovenste punt hebt. En dan ga je weer op dat laatste stokje van die 3 ga je weer een relief vast te maken. En dan ga je weer naar de onderkant. En zo krijg je dus die mooie ribbel in je zigzagdeken. Het is echt het haakt ook trouwens heel lekker weg. Als het niet lekker haakt, dan is er echt iets mis, want het is echt een hele fijne deken om te haken. Even wat garen pakken. Nou, die relief vaste die haak je door tot de een na laatste. Deze laatste die sla je weer over en dan zie ik hier op het eind, dan zie ik je weer terug. Tot zo! Dan zijn we nu aan de onderkant van de punt, zie je? Dus we hebben net de bovenkant gedaan en nu zijn we aan de onderzijde en we haken door tot het een na laatste stokje hier, het voorgaande stokje. Dus deze 1 2 die sla je over en dan ga je met die relief vaste ga je naar dit stokje, dus je slaat er 1 2 over en dan ga je naar het volgende. Dus de volgende punt en die haak je weer
hetzelfde zoals ik het net heb gedaan, weer helemaal naar boven tot het bovenste stokje, echt het middelste stokje, en daar ga je een ja, daar doe je dus 3 vaste in de bovenste steek. En zo ga je lekker verder en dan krijg je zo die ribbel in je haakwerk, en dat maakt het eigenlijk ook heel mooi, dat je ook ziet van hoe je die ribbels erin krijgt, en die heb ik om de 3 stokjes gehaakt. En dan zie ik je zo weer terug, tot zo. Dan leg ik nu nog even het einde uit van de relief vaste. Kijk, die punt, die zijn gewoon 3 vaste, en dan ga je weer 12 steken naar beneden, en op het einde, kijk, dan denk je echt van huh? En dan is het ook iets lastiger 12 steken tellen, alhoewel als je de voorgaande stokjes pakt, dan is het wel te doen, maar ik tel eigenlijk altijd van de zijkant af. Daar moet ik in ieder geval die eerste, deze, dit zijn die 3 losse en die 2 stokjes, en dan sla je dus die laatste, die 4e, die moet je overslaan, en dan ga je in die deze weer relief vast te maken, dus deze sla je over en hier maak je weer een relief voorste vaste, dus je gaat achter het stokje langs en je maakt een vaste, niet in de steek, hier wel op het eind, daar zet ik wel even een gewone vaste, zie je? Dan is dit weer die zijkant zoals je hem ook met je stokjes haakt, maar dan met relief vaste. En dan gaan we aan de nieuwe toer beginnen. De nieuwe toer begin je weer gewoon met 3 losse, en dan zie ik je zo weer terug, tot zo. Iedere toer begin je dus als je stokjes haakt met 3 losse, en dan hebben we net de relief vaste gedaan, en dan beginnen we in die eerste steek, maken we weer een stokje. Dit haakt echt heel makkelijk, omdat ja, die steken, die kan je gewoon echt zo oppakken, en omdat je het begin van de toer hebt, doe je weer 2 stokjes, 1 steek overslaan en dan weer 12 stokjes, dus deze sla je over en weer 12 stokjes haak je, en dan zie ik je bovenaan bij de punt, dan zie ik je weer terug, tot zo. En bij de bovenste punt, dan is dit dus het 12e stokje, en dan ga je in de middelste, ga je weer 3 stokjes maken, en dat is weer bovenaan aan de punt, in 1 steek, in dezelfde steek 3 stokjes, en dan ga je weer gewoon naar beneden met 12 stokjes, ga je naar beneden, in elke steek steek je een stokje, en dan zie ik je beneden, dan zie ik je weer terug, tot zo. En dan zijn we nu bij de onderste punt, je hebt dus van boven naar beneden weer 12 stokjes gedaan, en dan hier sla je weer 2 steken over, dus 1-2 steken sla je over, en dan ga je in die derde steek, ga je weer een stokje haken, en dan ga je weer helemaal naar boven, weer 12, en dan ga je hier weer op die middelste 3 stokjes maken, en dit is dus het eigenlijk het hele verhaal van de zigzagdeken. Ik ga nog heel even door totdat ik op het einde van de deken ben, en dan laat ik nog even het einde van de deken zien, tot zo. We zijn nu op het einde van de toer, ik heb nu 12 stokjes gehaakt vanaf die kant, vanaf de punt 2 4 6 8 10 12,
dan sla je weer 1 steek over en dan ga je 2 stokjes haken, tenminste in elke steek 1 stokje, dus deze sla je over, dan een stokje en dan nog een stokje en dan in de laatste steek, en dat is altijd de begin losse of de begin 3 losse, welke dat je ook hebt, daar ga je nog 1 stokje in maken. Zo, zie je dat je dan het einde van die punt heb je hier nog eigenlijk ook nog een mindering, dus dat is het einde, de zijkanten worden dan mooi recht en ik zou zeggen heel veel haakplezier met van deze deken, want hij is echt heerlijk, het haakt zo lekker weg en ja, de wol die glinstert mooi en het rood, ja, op de film komt het niet zo rood over, zie ik, maar het is echt een hele fijne deken en ik zou zeggen dankjewel voor het kijken, graag de duimpjes omhoog, op de rode knop klikken om te abonneren en dan zie ik je bij de volgende video weer terug, tot ziens.